In het gouden jaar 1974 vierde Wilhelmina haar 50-jarig bestaan. Dat er groots uitgepakt werd, mogen duidelijk zijn. Alle leden werden gehuld in een nieuw uniform en het instrumentarium werd volledig vernieuwd. Bij de selectie van een nieuw uniform kwam nog wel het een en ander kijken, want met name de jeugdigen vergaten soms nog wel eens wat men nu precies wilde uitstralen. En wat de feestelijkheden betreft, het kon niet op dat jaar. Toen de uitnodiging van Haar Majesteit Koningin Juliana voor deelname aan het defilé op de deurmat viel, leek de repetitieruimte even te klein voor alle feestvreugde. Het was een kostelijke belevenis waar men met veel plezier aan terugdenkt. Niets was te gek, want er werd ook een concertreis naar Antwerpen gemaakt dat jaar. En als men het lanterfantende rapaille op straat even buiten beschouwing laat, was ook dat een weergaloze ervaring. Gelukkig waren de leden mans genoeg om zich te verweren tegen het schaamteloze gedrag van dit schorrimorrie. En zie hier, met LP 1974 kon men zich veroorloven te pas en te onpas van de hemelse klanken van Wilhelmina te genieten. Het jaar 1974 was met recht een jaar met gouden glans.